Dit keer is Bram van der Velde te gast, stand-up comedian. Zomaar, doe maar niet gewoon, weet je ook. Ik heb daar geen zin in. Doe maar, nee. Ik zeg, sorry? Ik zeg, nee, ik wil dat niet doen, man. Sorry. Weet je, het is gewoon gefeliciteerd zo met je ma. En, maar nee, alsjeblieft niet. Gewoon. En zij zo, oké, nou, dat is dan jammer. Dat is heel, heel, heel jammer. Dan, ja, goed. Gaan we de... Hoe vaak boek ik jou dit jaar gewoon? En ik zo, oké. Bram speelt op Comedy Nights in heel Nederland en Vlaanderen. En hij schrijft voor andere cabaretiers en comedians. Ook schrijft hij heel veel voor tv. Zelfs als je hem nog nooit live hebt gezien, weet ik zeker dat je al eens om grappen van hem hebt gelachen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Bram van der Velde. We zullen de locatie achterwege laten, maar ik kwam binnen. Zei al, gisteravond was het niet goed. Nee, was niet oké. Okay, nee. Ja, ik weet niet, man. Weet je wel, je hebt die stress van die holidays gewoon, weet je wel. Dan moet je hier zijn, dan moet je in Brussel zijn, dan moet je in fucking Berg op Zoom zijn, dan moet je weer... Want vandaag is 29 december. Ja, gewoon de eerste dag dat je weer enigszins rust hebt na een hele heftige... Ik heb gewoon overal in mijn gezicht uitslag. Heb ik nou nooit in mijn leven gehad dat ik uitslag kreeg van stress. We hebben allebei op Lowlands gespeeld. Gewoon, dat is stress. Gewoon, geen uitslag. Hier heb ik stress van gekregen. Weet je wel, Lowlands van fucking duizenden mensen. Gewoon het podium op wandelen. Gewoon, no worries. Gewoon geen uitslag. Gewoon afgelopen paar dagen. Bye-bye. Gewoon echt als een malle. Gewoon, dus dat. Maar wat je zegt, we hebben allebei op Lowlands gespeeld. Ik helaas niet. Maar wie weet. Oh, oké, dan heb ik op andere dingen. Zwarte cross en dat soort shit. Wel paaspop, die heb ik wel gedaan. Zwarte cross ga ik dit jaar doen. Paaspop was de hel, ouwe. Vind je dat leuk? Nou, ik stond in een dit jaar sta ik gewoon in de theatertent. Mm-hmm. En ik stond toen via een of andere kleine boeker in een oud-Hollandse poffertjeskraam. Meer op de food court. Het was te gek om te doen, want het was een kraampje van... echt zo'n ding wat normaal op een kermis staat, weet je. Ja. Dus echt 10 bij 10. Ik vind het zelf ook altijd wel fijn, weet je. Want als een grap niet valt, dat je mensen kan horen kauwen. Nou, dat was leuk. Dat kon hier niet, want aan de overkant was er een tent... waar gewoon de hele dag door heftige house werd gedraaid. Ja. En op een gegeven moment stond ik te spelen... en kwam er ook nog een fanfare voorbij lopen. Ja. Dus ik stond op het podium... de hele tent belachelijk te maken. Ja, leuk weet dat je, zo weet, weet je hoe ik dat noem? Een Donald Trump. Gewoon, weet je, dat de waarheid echt gekker is dan eigenlijk gewoon wat je kan verzinnen. Gewoon. Dit is een Donald Trumpie. Gewoon. Dat er een fanfare langskomt waar je staat te spelen. Denk, hey, dat kan ik niet eens vertellen, want mensen geloven dit niet. Het is gewoon, dat is absurd. Mocht iemand het niet geloven, check het bij de directeur van Paaspop, want die zat in de zaal. Dus die kon het gelukkig waarderen. Maar die leeft niet meer, want er is een piano op zijn hoofd gevallen. wat is jouw ervaring op Paaspop? Oh ja, dat was toen met Jeffy Spalburg en nog iemand en ik. En die eerste ging op, jongen. Die liep het podium om, die kreeg gelijk een fuck. Volgens mij Harry was dat. Hoe laat het was op de dag? Want dat maakt bij... 'Smiddags, 2:00. Oké, okay. Heb je bij een festival nog enigszins kans van slagen, denk ik? Niet op de tweede dag. Nee, gewoon die kreeg gelijk een fucking zo'n plastic biertje tegen zijn hoofd. In die grote theatertent, denk ik. Ja, maar dat, ik praat wel over de eerste versies van stand-up op Paaspop. Okay. Dat was nog niet echt een standaard dingetje. Het is niet van 2-3 jaar geleden. Ik praat echt over 12 jaar geleden of zoiets. Ja. En jongen, even heftig, man. Want jullie komen, je was met Jeffrey Spalburg en Harry Glotman? Ja, en het was keihard aan het regenen. Het regen als een malle. He, gewoon, dus dat, wat betekent dat? Is dat de mensen die in die tent staan, totaal niet van jou komen. Gewoon, die willen gewoon niet in de regen staan. Het is gewoon, als je op een mooie zonnige dag en je hebt een volle tent, dan weet je, oké, die mensen, they want to be there.
Gewoon, dit was echt gewoon van fucking kutregen. Je tweede dag paas van moeder. Dan moet hij eerst nog op. En dan krijg hij gelijk een fucking plastic bierdingetje tegen zijn hoofd. Echt vol op zijn hoofd. En gewoon, het eerste. Dat was ongelooflijk. Dus ik was echt gewoon, die gast die werd gewoon bekogeld met bier. En het scheelde me niet omdat hij slecht was, maar gewoon omdat het gewoon werkte. En dan sta je daar als tweede en denk ik, oh my lord, je ziet dat gebeuren gewoon. Alsof je die gladiator uit jouw team gewoon binnen één seconde hebt dood zien gestoken worden door echt het betere team. En dan zie je zo, oh fuck, oké, okay, here we go. Dus gewoon deze gozer. Gewoon, en dat was echt dat publiek gewoon, dat was echt, dan moet je nog op. En op een gegeven moment, ik loop naar de microfoon en dat is best wel lange wandel. Dat is zeker 8 seconden of zo. En wat heel lang is, weet je, in dread, weet je. Zo'n, en dus ik loop daar naartoe en dan ben ik echt gelijk al. Homo! Nee, maar het hele publiek, hè. Gewoon, hè. Homo! Boede! En echt, en je ziet echt... Maar je zit met je profiel naar het publiek toe, want je wil naar die fucking stand toe, weet je. Just hoping. Dat is gewoon zo'n reddingsboei, gewoon. Als ik daar ben, is het oké, weet je wel. Misschien. En je ziet eigenlijk zo'n bier langs gaan. Homo! Ik ga niet kijken, gewoon, weet je. Oh man, dat is top optreden. Hoe ging je, ik kan het antwoord raden, maar hoe ging je set? Weet je wat vooral het probleem was, is dat ze niet meegingen met het verhaal. tussen de homo en boeren geroep. Gewoon boeren, homo. En dan is het, om dan een intrinsiek verhaal te vertellen, weet je wel. gewoon weet je, wat echt over de creatie gaat van de westerse samenleving. Weet je wel, gewoon, nee, maar dat bedoel ik echt gewoon. Dat is, weet je, ik had het gevoel dat ze sommige stukjes gemist hadden. Ja. Nee, we kregen überhaupt... Nee, niks. Aandacht. Nee, van niemand niet. Als je überhaupt al zo opkomt. Nee, maar dat is van begin tot eind was het dat gewoon. Boeren, homo, weet je, en dan bier gooien en zo. En... Ja. Weet je nog hoe lang je ben je blijven staan? Heb je het geprobeerd? Ik heb na 2 minuten gezegd, flikker maar op, kankerleiers. En toen heb ik heel hard in de microfoon geroepen. En toen ben ik weggewandeld na 2 minuten. Dus, maar wel betaald. Kijk. Ja, ik ging er eigenlijk vanuit dat die boeker gezegd zou hebben van... die hebben 2 minuten op het podium gestaan en toen ja, het publiek uitgekomen. Ja, dit is... kom op. Jij weet net zo goed als ik. Je doet, come on, er zijn boekers die hebben in de meest onmogelijke zaal zeggen... Ja, misschien had je dit moeten doen of dat. Of weet je, je was misschien iets te grof op die manier. En weet je, dat is gewoon... heb je dit fucking busongeluk gezien of niet? Dus gewoon, er zitten alleen maar dooien gewoon. Weet je, jij zit het lullen over het zebrapad. What the fuck? Daar, kijk daar. Het is dan niet raar dat ik wegwandel. Maar ik heb echt boekers gehad die gewoon zoiets hebben. Nou ja, ik heb het anders gedaan. En dan klagen bij het Comedycafé en gewoon, ja. Ja. Wauw. Ja, precies. Echt dat er iemand gewoon, weet je... Whatever, met stelt over je hoofd loopt waar je in het spelen bent. Ja, dat vonden we leuk. Dat lijkt ons een leuk idee. Weet je. Ik was een beetje toen een beetje off. Van, ik wist niet meer precies waar ik het over moest hebben. Tot er iemand met stelt. ja, dus. Leuk toch? Dan denk ik, oh my god. Mensen hebben gelachen, niet? Ja, toch? Ja, om hem wel. Klinkt als het oude Comedy Café. Ja. Want jij hebt daar heel veel gespeeld ook vroeger. Ja, ja. En volgens mij ook wel in de periode dat daar ook gewoon heel veel vrijgezelle feesten en shit langs kwam. Je bedoelt de hele periode. Ja. Dat is gewoon, Jesus, dat is nog niet geweest. Gewoon. Dat was... dat was heel apart. Ja. Mensen in kippen pakken en zo.
Engelse vrijgezellig groepen weer. Wat zijn de heftigste shows die je daar gedaan hebt? Of zijn de shows waarvan je de allerheftigste is gewoon dat ik het een keer iemand op zijn bek geslagen heb met een microfoon. Dat was wel de heftigste bij het Comedy Café. Dit vraagt om context. Oh ja, nee, dat was op een gegeven moment. Je had altijd twee shows, weet je wel. Je had de normale show en de late night op zaterdag. En dan op zaterdag, jongen, weet je, dat was altijd zo half vol, een beetje grimy. Weet je, wel. Je hoort gewoon de kook gestoven worden. Of de, zo. dat soort shit. En dus, er zitten dan 12, 13 man. En dan, wat heel apart is, om die 9 uur show altijd fucking kankervol zat. Nee, dat was altijd rammen, knallen, weet je wel. Dus gewoon, dat het 120 man ging? Ja, echt. In een hele kleine ruimte? Ja, maar het was mic dropping good. Gewoon, weet je, gewoon elke show gewoon een 9 uur. Papau. Weet je wel. Out, motherfuckers. Out. En je voelde je was helemaal gehyped ook. Weet je. Je zat helemaal vol met stoom gewoon. Motherfucking shit, fuck me dead, I'm good. Je gewoon denk, I'm really good. En dus je had dat gevoel. En met dat gevoel loop je die tweede show. Weet je, die late night. En dan zit er 13 man, weet je ook. Pak ook snuivers. Er is één iemand die elke keer gewoon door de bartender gewaarschuwd wordt. Van, meneer, je mag hier niet meer roken. Weet je, gewoon, dat hoor je gewoon door je set heen, weet je. En dus op een gegeven moment, maar die avond ging het redelijk. Ik dacht, oké, nice. Weet je, 20 man, gewoon ben je gewoon. En op een gegeven moment komt er een gozer binnen, gewoon echt zo'n mega kakker. Gewoon een kakker, weet je? Ja. Zo iemand die schrijft voor iets wat iedereen zeg maar, zegt te kennen, maar eigenlijk niemand kent. Weet je? Gewoon zo'n kakker. Ja, en, een kakker. Nee, maar een heftige. Gewoon, en op een gegeven moment, hij kwam zo binnen in die deur, weet je wel, die klapdeur van het oude Comedy Café. Ja. En dan ging hij zo tegenaan staan toen. En op een gegeven moment, ik was iets te vertellen en het ging oké, ik zat 10 minuten in mijn set. En goed om te weten, voor wie het oude Comedy Café niet kent, de klapdeur was de ingang van het café-deel zeg maar, naar de zaal. En die zat ook echt dead tegen center. Het podium aan. Dead center in het middel van de hele zaal. Ja. En, niet te negeren voor wie dan. Nee. Maar niet open te krijgen als de brand uitbreekt. Dus. Dus, anyways, dus die gast gaat daar tegenaan hangen. En op een gegeven moment, ik ben bezig, ging oké. Okay, en die gast zo omgaan, banaan! Ik zei, sorry. En hij zo, banaan! Ik zei, wat? Ik zei, dus op een gegeven moment, je hebt iets van 20 gewoon zelfgeschreven stocklines in je hoofd. Mm-hmm. Wat ook wel een verschilletje is. Hè? Ja. Dus tussen stocklines en dingen die je zelf schrijft en dan daarna gewoon constant gejat worden. Gewoon, dokter, een stockline was. Ja, zo had ik hem geschreven. Ja, en een stockline is wat je gewoon vaak kan gebruiken als reactie op iemand die doet. Als je iemand gewoon kapot moet maken, even snel gewoon van, jij moet je bek houden, anders verneuk je de hele show. Gewoon, bam, die lines. Precies. Nou, rapid fire, brrr. Publiek lachen. Maar hij gewoon fucking, hij zo, banaan. Op alles wat ik zei, banaan. Banaan. Oh, en ik denk, op een gegeven moment, ik denk, oh my god. En op een gegeven moment Gijs, die oude dude. De oude deurman en geluidstechnicus. Maar ik had hem later nadag op aangesproken. Ik zeg, wat de fuck gooi je die vent is aan? Ja, ik zeg, ik wilde weten hoe het afliep. Dan ga ik, motherfucker. Serieus, je moron. You fucking asshole. Gewoon, maar anyways. Deze karaktertrek is volgens mij overigens wel gewoon, staat bovenaan in de vacature voor Deurman Comedy Café. Ja. En sorry, ik ga verder. Alright. Ik wil weten hoe het verder liep. Het is mijn pijn, hè? Het is mijn pijn. You're pain shaming me. Sorry. Nee, slechtste therapeut ever. Serieus? Nah, serieus? Serieus, je lult. Gewoon echt. Voor een tram.
Fucking Mora. Als tramchauffeur. Oeh, dat is ironisch, ouwe. Anyhoes, stop even met huilen. Je hebt een paar tissues, ouwe. Jesus Christ, sorry. Oké, okay, fuck man, sorry man. Maar het was gewoon hier. Okay. Jij spreekt grijs aan. Waarom gooi je het niet uit? Ik wilde horen. Nee, dat was daarna. Ja. Op het moment, ik keek wel naar hem. Van, waarom gebeurt er niks? Weet je, joh. Ook het publiek was gewoon, hey, shut the fuck up tegen die gozer en zo. En, maar ik hield gewoon, dat was de tweede show, weet je wel. En je kent me ook wel van die tijd. Gewoon, ik zat lekker in de saus. Gewoon, gewoon lekker het zuipen. Gewoon, just get this shit over with, toch? Gewoon, daarna kunnen we naar de whiskybar. Supergezellig, weet je. What the fuck, weet je, dat was echt zo'n... Weet je, het laatste stukje van een kauwgum, weet je. Gewoon die ding, oké. Ik weet niet waarom ik nog steeds in mijn bek heb, gewoon. Dat. En dan zit er iemand gewoon weer echt, banaan, weet je, gewoon, en ik word gewoon niet geholpen. En ik had net gewoon rapid fire al die put-downs gedaan, stocklines erin geknald. En hij bleef gewoon door, banaan. Ik zei, oké, whatever, ouwe. Gewoon, weet je, ik ga je nu negeren. Maar als je nog één keer fucking banaan roept, hè, dan echt, ik zweer het je, ouwe. I'm done with this shit, weet je. Ik was 10 minuten met die man bezig, gewoon. Ik zie het, honest to fucking God, ouwe. Als je nog één keer banaan zegt, jongen, dan pak deze motherfucking microfoon en slaan vol op je bek, gewoon. So fucking out double dare you. Ik zeg het nog één keer. Eén keer. Gewoon, en die gast was eigenlijk ook echt 3 seconden stil. En zo, banaan! Dus ik ren naar hem toe, zo, pap, pap, pap. Bim te mappen met van de andere kant Stanley, volgens mij. Ja, Stanley, ja, die kwam binnenrennen om van hem af te halen. En ja, dat. En dus die gast ging naar buiten. En ja, weet je, daarna heb ik mijn show niet afgemaakt. Nee, toen heb ik er iets van. Dus misschien, het publiek was ook geschokt. Gewoon, gewoon verschillende mailtjes die heb ik via Ellie gehoord de volgende morgen. We hebben verschillende mailtjes gehad over die show voor jou. Die tweede. Ja, oké, okay, dus helemaal uitgelegd aan Ellie wat er aan de hand was. En zei ze, ja, maar Bram. Kom nou, Bram. Bram, toen dacht ik, ja, oké, okay, I get it. Bram, nee, maar dat kan je gewoon niet, weet je. Zo, ik vind het onacceptabel. Gewoon, dit kan niet. Ik zeg, oké, dat snap ik ook wel. Maar ik had je toch net gewoon, ik snap het wel, maar dat kan niet. en dan mocht ik dus 1 weekend niet spelen. En, maar dus toen ik bij Ellie zat de volgende morgen, belde die gozer op die ik op zijn flikker had geslagen. Die was van een of ander raar krantje of zo. En... je had Ellie gedreigd. Gewoon van. Hij wilde dat ik ontslagen werd. En anders zou hij een heel slecht stuk schrijven over het Comedy Café. En Ellie echt gewoon zo. Kijk, je moet nou niet gaan dragen, mannetje. Ik was oké te dat. Je moet niet gaan dragen. Ik ken ook een paar mensen in Amsterdam. Weet je, dat is gewoon op een gegeven moment echt. Die gaat zo. Gewoon echt een wibberende telefoon. Een beetje Ellie gaan dreigen. Nee, dat is gewoon fucking hel, man. Een man heeft tegen Mohammed Ali gevocht. What the fuck are you doing, buddy? Gewoon, die had het helemaal onderschat. En ja, ik mocht een weekend niet spelen. En toen was ik weer welkom. Maar dat was zijn grootste fout. Ik denk wel dat ik langer geschorst was en misschien wel ontslagen was geweest als hij Ellie niet bedreigd had aan de telefoon. Ja? Ja, dan weet je, als hij gewoon gezegd, dan had Ellie gezegd, ja, u hebt helemaal gelijk, meneer. Dat kan u daar niet. Hij is weer. Nee, dat had ze misschien wel gezegd, denk ik. Want hij zei, en anders schrijf ik gewoon een heel naast stukje over het Comedy Café. Dat is jouw livelihood. Nee, haar alles gewoon. Wie denk je dan niet dat je bent? Het is gewoon, bam. Overplayed his hand. Goed voor mij. Ja? Ja. Wauw. Je hebt veel dingen dan ook op locatie gedaan voor Comedy Café, niet? Ja, ik vind locatie altijd zo'n mooi woord. Vind je niet op locatie? Nee. Dat kan echt alles betekenen. Oh ja, daarom. En dat betekent ook meestal alles. Gewoon, die bewegingsruimte van locatie is best wel huge. There's some wiggle room there. Locatie. Jesus Christ.
Locatie en lokaal. Dat is met een weer. Ik kan lokaal een buitje vallen. Ja, what the fuck dan? Waar? Waar? Jesus Christ, wat kan je nog breder brengen? Lokaal. Oké. Okay. Ja. Dat is precies het hele ding met locatie. Dat het soms prima is. Wat zij deden, ja. die Finnegans in Apeldoorn. Dat was een prima show. Zeker, weet je. Als je die hele dikke palen in de middenweg denkt. Zeker, top. Top locatie. Gewoon twee rijen mensen die tegen een paal aankijken. Gewoon super nooit zijn. Als ze je niet herinneren. Ja, er staat een paal in het midden. Ja. Nee, de Finnegans. Ja, de Finnegans, ja. Ja. Was op zich gewoon echt alles was oké, behalve die fucking paal. Helemaal niet onthouden. Ja, ik wel. Maar goed, behalve de paal was dat een leuke plek. Ja. Maar ook locaties dat je komt en denkt... Weet je wat, ik zou je zeggen... behalve de AIDS... Afrika, gewoon topplek hier, gewoon. Dus ja, je moet eens even wegdenken. En gewoon hongerige kinderen en alles. Gewoon maar buiten dat. Buiten dat, gewoon. Vriendelijk, altijd lachen, shit. Buiten die paal. Dat is een main event. Jesus Christ, dat is echt precies wat het probleem is. Dat is echt letterlijk het probleem van die hele tent. Ik heb paal gezien. Het is gewoon... Je hebt een paal niet kan erin. Die gaat hier de hoek zonder masturberen. Nooit gezien. Elke week. Jesus Christ. Dik uit. Oh my lord. Ja, die paal en Finnegans. Oké. Eén, daar heb ik wel aan denken. Daar heb ik jou een keer over horen vertellen. Ik weet niet meer waar, wat... Maar volgens mij wel een show met Comedy Café op een locatie. Ja. Maar, oh, en ik ben de details vergeten. Maar dat jullie daar niet meer wegkwamen of dat jij er niet meer wegkwam. Oh ja, ja, dat was echt de allereerste. Ja, god damn it. Dat was... Night of Comedy. Night of Comedy was dat. Gewoon een... Ja, dat was gewoon een line-up met comedians. Ja, zo'n line-up comedy, die pakte dan gewoon vijf headliners en dan deden we een show in een theater. Ja. Dat was gewoon een theatertour. En anyways, zo'n meisje, gewoon die werkte daarvoor, weet je, gewoon de secretaresse kan je niet zeggen, gewoon, weet je, volgens mij is dat niet... Productiemedewerker. Semi-eindbaas. Gewoon de bijna baas. Go girlfriend, you got power. De semi-eindbaas. Gewoon, weet je, gewoon die gewoon de telefoon opnam en gewoon eigenlijk de day-to-day deed. Die vroeg op een gegeven moment aan mij gewoon, weet je, gewoon van... luister, mijn moeder. Dat is een hele grote fan van jou, hè? Echt een super grote fan. En ik zei, damn, Shell is gewoon... Dat is altijd leuk om te horen, maar je hebt gewoon niet het gevoel dat je fans hebt. Hè, joh. Als je niet op een level zit van... Serieus, ik word gewoon rijkeld door mijn koffiemachine. Jesus Christ. Boring. Mooi dat zelfs je koffieapparaat... He's pissing himself. He's pissing himself. Bram, fans. Serieus? Oké. Ja, precies. Precies en ook in dat moment gewoon. En die ook gewoon krappelde mee. Ik heb een ding gedaan, nou. Go fuck yourself. Fans. Asshole. Oké. Haar moeder was vet. Sowieso vind ik het al... Ja, heel raar, heel raar. Maar het hele ding was raar. Gewoon, je hoort gewoon dat je niet het gevoel hebt dat je fans hebt... als je niet op dat level zit van dat cheap en shit. Mm-hmm. En ze is een fan. Ja, ze heeft je een paar keer gezien tijdens de shows. Ze was er met mij mee. En dan, ze was je altijd de beste. Ik zou... hoe oud is je ma? Gewoon? Ja, 60. Ze wordt binnenkort 60. Ik zo, oké. Weet je, ik kon gewoon niet in mijn hoofd krijgen dat een 60-jarige mij grappig zou vinden. Gewoon, weet je, het is gewoon, ik ben grof, ik ben niet likable of zo, whatever. Weet je, het is niet zo van... dit is niet hetzelfde als mijn kleinzoon. ik weet niet dat ik een wet is echt te gaf. Gewoon zo in mijn broekzak, zonder wikkel. En allemaal lint eraan en zo. Maar dus ik kon me niet voorstellen. Want zei ze van, ja, maar ze is binnenkort jarig. En we hebben dan in de tuin hebben een tuinfeest. Van een uur of drie 's middags. En dan zou ik het echt super fijn vinden als jij dan zou willen optreden. Gewoon.
in de tuin. En ik had zoiets van... Ik vind het heel leuk dat nu allemaal mensen die luisteren die jou kennen... nu al denken, wat een slecht idee is dat. Dus ik zei van, doe maar niet gewoon. Weet je ook, ik heb daar geen zin in. Doe maar, nee. Ze zei, sorry? Ik zei, nee, ik wil dat niet doen, man. Sorry. Weet je, het is gewoon gefeliciteerd zo met je ma. Maar nee, alsjeblieft niet. Gewoon. En zij zei van, nou, dat is dan jammer. Heel, heel, heel jammer. Dan, goed. Gaan we de... Hoe vaak boek ik jou dit jaar gewoon? En ik zo, oké. Ja, dat is echt super kanker lelijk. En ik zei ook, oké, weet je, misschien ga ik het wel doen. Zo, dat vind ik zo aardig van je. Ik zei, no worries. Ja, dat is toch een theatertoertje, dat verdient geld. En je denkt, oké, fuck it. Hey, joh. En, dus I was a bitch. Dus ik loop weg en dat moest op maat ook. Dus ze stuurde allemaal dingetjes van vrienden, familie gewoon naar mij toe. En dan moest ik dan op maat grap overschrijven van quirks. Hey, gekke dingetjes. 3 weken mee bezig geweest gewoon om een fatsoenlijke 2025 eruit te persen uit die fucking nonsense. En gewoon... En oké, ik ben er klaar voor. En op dat moment was Wilco Bob... was jij erbij? Nee. Die zaten, die moesten wel het communicatief ook daar in de buurt zijn. Dat was rural. Rural brak in Brabant, hè. Gewoon echt middle of fucking goddamn nowhere, weet je wel. Gewoon echt fucking cabin in the woods. Gewoon, en zij zouden dan echt iets van 12 kilometer nog dieper in fucking Bamfuck, Idaho. Gewoon, daar moesten zij spelen in een café. Dingen. William Sutton was erbij, ja. William Sutton, welkom Bob. Oké. Dus zij zouden mij dan rijden en daar eerst afzetten gewoon. Bij dat fucking kuthuis van een moeder, van een fucking kutmoeder. En die fuck... En dus... ja, maar echt, dat is de hel. Anyhoezel. Dus op een gegeven moment, zij zetten me af. En zij hebben dan nog een show van 3 uur. Hè. Gewoon, en wat helemaal weer was... de meisje kon naar... Ik moest naar sms als ik er was, dus ik kreeg sms aan. En ze komt naar buiten rennen, gewoon met een jas. Gewoon zo, echt zo. Ik wil niet dat mijn moeder je ziet of andere mensen gewoon. Dus weet je, kan je even mee gewoon? Weet je, gewoon. Dus op een gegeven moment staat er zo'n fucking oude, fucking dilapidated schuur gewoon buiten. Gewoon. Ze zeggen, kan je daar even in zitten, gewoon dat ik je kom halen? Ik zeg, wat? Gewoon fucking 3 uur 's middags. Wat? Anyways, weet je, het is gewoon, hoe gaat het met je? Wil je een drankje? Gewoon, wil je misschien iets drinken? Gewoon iets eten? Gewoon fucking zand. Maar sowieso, jij was dus hier als verrassing ook nog. Ja maar ik oké, maar ik wist niet dat ik fucking Erika Leniak, Big Titty Zout, gewoon on the siege 1 gewoon naar buiten moest springen. Gewoon een taart gewoon, weet je. Gewoon dit hele ding was al kut. Alles was kut eraan, gewoon, weet je. En dan ben je ook nog gewoon iemand die gewoon uit de taart springt bijna. Mm-hmm. En anyhow's, dus ik was een schuurtje ingedouwd. Ik dacht, wat een neuk, ouwe. Wat gebeurt hier nou? Ik sta echt fucking lang, ouwe. 20 minuten of zo. Toen ik zoiets zei, ik zie gewoon tegen een slot aan te kijken. En denk ik, ja, dit is, ik ga gewoon weg. Maar waar moet ik naartoe? Kan niet weg. Dat is gewoon 20 minuten over van landweggetjes. Wat de fuck? Er is geen bushalte, niks, nada, niente. Gewoon, waar moet ik naartoe lopen dan? Alles in je hoofd, gewoon zo, what the fuck? En dan bam, bam. Ja, weet je, dat ze echt zo fucking... zo... echt gestoord. Gewoon, weet je die Franse... of die Engelse serie ook weer over die Fransen in de oorlog? Hallo, hallo. Dat is shit. Bram. Ja, die shit. Yes. It is about the time for you to go on. Oh no. En dat shit was gewoon door de schuurmuur. Dus ik doe het schuurtje of zes. Ze staat echt met dat oor. Ik zeg, wat dat had je niet even kunnen vertellen. Gewoon, weet je, gewoon. Ik zei, ja, oké. Ik ben helemaal gestrest, hè? Ik zei, jij bent gestrest, oké, sorry. Gewoon, wat lullig, zeg maar. Wat lijkt me dat erg om je gestrest te voelen, weet je. In een omgeving die je echt kent. Ja, joh. Ik en jij. Dit zijn allemaal mensen die jij kent. Gewoon, maar ik heb nul stress. Anyways.
Dus ze hadden zo'n klein mini-podiumpje gedaan, gewoon uit de achterdeur. En ze hadden zo'n verlaagd gazon. Yeah. En daar stonden allemaal, weet je wel, ze hadden van die hele grote plastic wijnflessen staan. Gewoon 5, 6 van die plastic wijnflessen, gewoon van die hele grote in dat gazon. En daar stonden ze allemaal tussen, weet je wel, met een wijntje. Gewoon stonden ze daar te drinken, weet je wel, allemaal wat oudere mensen, gewoon, weet je wel, maar wel... Wat voor type mensen hebben het over? Good to do. Oké. Okay. Heel gewoon, hey, good to do. Oh, yes. Nee, weet je wel. En op een gegeven moment, dat moet ik ook nog vertellen eigenlijk. Zij vroeg, weet je, toen ik het schrijven was, toen ik een beetje klaar mee was na 2 weken of zo. Dus zei ze van, kan je dat naar me toe sturen? Ik zei, nee, tuurlijk niet. Gewoon, weet je, dat is nee, maar ik wil even, sorry, het is voor mij heel belangrijk. Dat ik, weet je, ik wil niemand kwetsen en zo. Ik zei, maar what the fuck, waarom vraag je mij gewoon? Jesus Christ, ik heb al fucking 5 keer gezegd dat ik niet wil. Gewoon, weet je, het is gewoon, weet je, be you, but don't be you. Weet je, what the fuck. En dus op een gegeven moment zei, nou, duidelijk, weet je wel, boekingen weer zoiets gezegd, zo geïnsinueerd. Dus ik zei, oké, hup, cent. Dus ik zei naar die shit, dan ben je niks meer van gehoord. Alles was schijnbaar oké. I'm good. Nou, back to the almost present. dus ik loop daar podium op, dat mini-podiumpje, gewoon terwijl er zo'n verlaagde zon is, was allemaal tussen die grote wijnflessen. En zij loopt met me mee gewoon. Weet je, er staat zo'n standaard met een microfoon. En zij loopt gewoon met me mee gewoon. En ze pakt eerst die microfoon naast me. Gewoon zei ze, nou mama. Mama. Kijk oh, even, mama. Jezus. Mama. En op een gegeven moment zo'n roep. Weet je wel, die waren allemaal zo een beetje aan het kletsen. En die draait zich allemaal om. Mama. Ik heb het geregeld voor jou, mama. Weet je wel, echt zo'n super kanker needy. Gewoon, weet je. Mama, het is gewoon, voel je love me now, weet je wel. En ze zei, mama, ik heb hier je favoriete comedian. En die moeder, ik zweer het je, zo hard gewoon, zei ze. Zei ze, nee, niet die, ik bedoelde die andere, met die rode haren. Keihard. Serieus. Oh, Jezus. Super grote fan van mij. En dan sta je ook, super grote fan van mij. Gewoon, nee, maar echt fan van mij. Dat is een harde klos waar ik wilde zeggen. En nou, de dokter Lief had zich vergist. Was daar niet super blij mee. Ze zei, nou, ze geeft gewoon die microfoon aan mij. Zo, have at it. Dus ik dacht, oh, fuck me. Hey, dat is gewoon net echt iedereen had het gehoord. Gewoon, hè. Zo, niet die. Gewoon, hey, dat is gewoon die andere, die leuke, die rooie. En ik zei, fuck me, oké, let's go. Party time, weet je wel. Gewoon fucking 2 weken, 3 weken over geschreven. Fine-tuned, gewoon fucking geprobeerd op open heb mics. Heb jij nog in je hoofd dat je denkt, oké, dit kan ik nog wel voor elkaar krijgen? Want dan... Nee, maar ik was kansloos, maar ik was al kansloos toen ik eraan kwam. Ik wist dat het kansloos was, weet je. Het is gewoon, ik wist dat het hele fucking traject kansloos was, weet je. Dat is gewoon, Russisch soldaat shit, gewoon, weet je. Ja, nee, maar die gewoon, loop gewoon die brug over. Ja, maar dude, kijk, er liggen al fucking 30.000 Russen gewoon. What the fuck are you doing? Weet je, gewoon, dat was dat. Gewoon van, oké, I got orders. En ja, dus ik wist dat ik gewoon fucking dood was, maar... nog steeds mijn fucking boeker. Gewoon die overloog gezegd was door haar ma. Gewoon, weet je, ze had niet de juiste gepakt. En dus, oké, whatever. We beginnen gewoon. We beginnen gewoon die jokes te knallen. Die ik op open mics had geoefend en shit. Gewoon echt gewoon to the point. En op een gegeven moment, echt goede grappen waren dat. Hè? Op open mics knalde die shit. Gewoon, terwijl die mensen op open mics die mensen niet eens kennen waar ik over schreef. En als dat werkt, dan fuck it. Ja, zeker als dat. Nee, en, ja, let's werken. Go. Ja. En op een gegeven moment doe ik de eerste joke. Can I call? Ik zei, oh, damn. Weet je, in zo'n roze. Ik denk, oh, fuck. Grapje in stoklijn. Haha. Oké, door. Je andere joke. Yo, kennen we al. Oh, Jezus. Ik zei, dus op een gegeven moment naar de derde joke. Ik zei, hoe dan? Weet je wel, elke joke was kennen we al. Had hij achterlijke fucking kankerhoer. Gewoon die mogol van een fucking human being mens gewoon. Gewoon echt fucking voorvocht zat gewoon.
Gewoon die fucking achterlijke. Nee. Die achterlijke had dus op die grote wijnflessen, in plaats van een label, had ze die teksten die ik naar haar gestuurd had, had ze op de wijnflessen gewoon had ze alle de jokes erop geschreven. Dus op al die flessen, gewoon, waar mensen al 3 uur zaten te borrelen voordat ik kwam, waar ze al om gekniffeld hebben. En heel of die gewoon niet snapte gewoon. En dan sta ik daar gewoon met een fucking rehashje wat ik zelf geschreven had. So I died screaming. Ik zei, nou, weet je, echt, mensen echt zo, jezus, wat is dit? Weet je, mensen zaten echt zo, wat is dit? Ongelooflijk. Je hoort dat ook al. Ongelooflijk, zeg, wat slecht. Oh mijn god, wat slecht. En heel schoon, dat is echt zielig. Ik vind het zielig. Gewoon, weet je, dat is gewoon echt gewoon mensen die medelijden met je hebben en shit. En ik, oké, nou, dankjewel, gewoon. En ik hang de microfoon op, loop naar binnen. Komt die fucking gek aanlopen gewoon, hè? Die fucking achterlijke boekster gewoon. Gewoon die gewoon echt nog... Ja, echt waar. Gewoon. Ik kan daar niks over zeggen gewoon. Dit is gewoon fucking waste space gewoon. Mentaal gewoon, hè? Gewoon, dit is gewoon... fucking mier van een mens. En die komt naar me toe en zegt, het ging niet zo goed, hè? En ik zei, ah, you noticed. Ik zei, misschien dat je niet al die fucking grappen op die fucking flessen moet drukken, kut. En hij zei zo, hey Bram, luister, je hebt het zelf naar me toegestuurd. Ik zei, wat doe ik? En zei ze, Bram, ik heb geen zin in ruzie nu, ja? Want ze wordt even gewoon civiel houden allemaal. Ik zei, wat... Nee, in mijn hoofd gewoon, weet je, op pianodraadjes. Tegen die domme kop gewoon zo op de raf ziet zakken. Gewoon, weet je, met die domme uitdrukking. Fuck you, douchebag. Ja, is gewoon, je fucking asshole. Gewoon ongelooflijk. Oh man, wat je zo'n mensen aan wil doen in je hoofd gewoon, weet je. Gewoon iemand doodslaan gewoon met een fucking ukulele. Dat is gewoon maar echt zo ting, 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 ting. Gewoon doorgaat dat je moe bent. Gewoon dat je niemand door kan slaan. Dat je denkt, ah oh, fuck, oké, okay, dit is gewoon een sting in the morning. Gewoon, weet je, dat zie je helemaal in je hoofd gebeuren. En toch, weet je, gewoon, ja, maatschappij... Je kan het niet. Nee, joh, het is gewoon, dus je hebt zoiets, ah, fuck me. Oké, en echt mensen lopen ook de keuken in op dat moment waar ik sta. En daar staat natuurlijk de alcohol. En die zo. Kijk, weet je wel, ik zweer het je, als je gewoon... Ze outbreak monkey. Gewoon echt zo. Ik deed dat echt gewoon met bultende zweren staan. Gewoon... Zo kijk ik met gewoon echt gewoon, niemand wil besmet worden door jouw fucking doodgaan. Het is gewoon, iedereen heeft zo'n aura over je heen van, oh, weet je wel. Nee, vandaag ga ik in loterij winnen. dat gevoel. Dat is wel de opposite van optimisme, zeg maar. Dat ben jij. En die hele natte deken valt over je heen gewoon van anti-optimisme. En negativisme. Ja, ik zou gaan van negativisme. Heel goed. Maar dan sta je daar nog steeds in die keuken. Ja, dus op een gegeven moment, ik pak een drankje, maar ik was echt mijn laatste. En dus op een gegeven moment, je voelt dat, hè? Mensen willen echt maar echt met disdain. Een soort afgrijzen gewoon. Waarom? Weet je wel? Weet je wel? Gewoon zo, weet ik veel, beren zonder tenen commercial. Dat je denkt, why? Weet je wel? Jesus. Jezus. Ik heb een leuke tijd gewoon. Ik zat een fucking voetbalwedstrijd te kijken. En heb geen voeten meer. Weet je wel? Maar had zij zelf ook überhaupt... Nee, nul schuldbesef. Nul, nul, nul. Nul schuldbesef. Ik vind het fascinerend. Maar zij boekt dit soort tours. Dan weet je toch enigszins... hoe het werkt. En misschien weet je niet hoe het is om comedian te zijn, maar kan je wel zelf bedenken dat al het materiaal al van tevoren ophangen best een slecht idee is. All of it. Het is gewoon inception. Gewoon daar begint. Het is gewoon, dit was een soort wat Donald Trumpie. Dan weet je, het is just from bad to worse to worse. Weet je, dat je op een gegeven moment niet meer ziet hoe kut het allemaal was, omdat het nog fucking kutter was aan de andere kant. Dat was dat. Trumpie gewoon. Die inception, het begin was fucking super slecht idee. Alles was een slecht idee. Alles, weet je wel. Iemand die tegenstribbelt, wil je toch niet als comedian hebben gewoon. Gewoon maar, zij wel. En het bleef maar doorgaan. En
Nou, dus daarna zag ik zo'n fles whisky staan gewoon, weet je. Dat was gewoon echt zo'n dure. Dat was duidelijk een cadeautje van iemand, aan die moeder. En dus ik stond daar echt 5 of 6 minuten gewoon als zo fucking outcast. En dus dan heb ik gewoon die whisky gepakt en die weer de verpakking. En toen ben ik gewoon naar het schuurtje gewandeld. Want ik zei, you want me here? Oh, I'll sit here. En toen heb ik 2,5 uur whisky gedronken gewoon in mijn uppie in het schuurtje dat dicht was gewoon. Met slot erop. Ik had geen zin dat er wijf nog een keertje langs gewoon zo. En het slot erop. Ja. René! Je moet sowieso wachten tot die gasten. Ja, dat was 2,5 uur. De verlossende woorden. We're almost there, buddy. How was your show? buddy. I want to talk about it. Oh. So, dan vragen mensen zich af waarom je een alcoholist bent ook. dit verhaal dat komt af en toe nog eens een keer terug. Gewoon, weet je. Zo, als je zit te scheiden. Zo. Weg jij. Ja. Beetje als Poetin, weet je wel. Eergisteren of zo las ik al in de krant gewoon, weet je wel, weer een Poetin-criticaster uit een raam gevallen. Tussen haakjes ook, tussen haakjes. gevallen, gewoon zo, ik weet niet wat er aan de hand is gewoon, weet je. Het is gewoon echt 5 van die criticasters gewoon allemaal uit een raam gevallen. Dat is wel de hele onhandigste op. Uit een raam gevallen. Dude. Walks, talks, quacks like a duck. It's probably a fucking duck, buddy. Ongelooflijk. Ja. Hoi, Wouter hier. Tof dat je Elektrek kijkt hier op YouTube. Vind je dit een leuke aflevering? Geef dan even een duim omhoog. En als je nog geen abonnee bent, abonneer dan even. Dat is gratis en als je ook nog op die bel klikt, krijg je voortaan een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Wil je me steunen bij het maken van de podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe een kleine of grote donatie. Wil je me steunen, maar wil je daar geen geld aan kwijt zijn? Dat mag ook. Deel deze podcast dan gewoon met vrienden en bekenden. Oké, snel weer terug naar Bram. Maar het is wel een mooie tijd toch dit. Ja. Om te leven. Zeker die winterperiode. Tot al die, zeg maar, die 1 keer per jaar mensen gewoon naar buiten komen. Gewoon, weet je, gewoon de ijsmeesters en zo. En de oliebollenbakkers. Dat is fucking hilarisch. Gewoon, die gasten 1 keer per jaar gewoon zo'n shine hebben. Gewoon, echt een week. Gewoon, ik ben een ijsmeester. Weet je. Ik bak oliebollen. Weet je. Gewoon, en dan 51 weken gewoon. Oh, fuck jezelf. Oliebollenbakker is altijd zo'n treurig beeld dat hij in deze periode wil iedereen oliebollen. Mm-hmm. Die gaat het rest van het jaar allemaal kermis af. En dan staat ze meteen zo, maar neem, in december vonden jullie ze heel lekker. Zeg, ja, maar nu is het juli en is het 25 graden. Je dik. Met je mail. Zo'n simpel product, man. Oliebollen. Gewoon een beetje meel. Het is alsof dat churros. Dan zie je zo'n churro. Wat een neuk is dit nou weer, man? Een lange oliebol. Een lange oliebol, ja, maar dan als frietjes in een zak. En dan met de plas van zout gewoon nog een keer poedersuiker erop. Ah, dankjewel, man. Dat vet had bijna mijn hart niet gepakt. Gewoon nu met die extra suiker, weet je wel. Dan weet ik zeker dat ik vanavond gewoon even mijn linkerhelft niet kan gebruiken. Ja, maar toch, je moet het waarderen dat er een oliebollenbakker bij de bank is gekomen. Zegt, nou, we hebben nu een totaal nieuw product, dus ik heb geld nodig voor een nieuwe kaart. Komt die vrouw een oliebollenpak aan rennen? Oké, schat, doen we. Oliebollen, 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 waarom niet? Ja, echt. Gewoon zelf uitgeprint A4'tje. Business model. Oliebollen, waarom niet? Heb jij bedrijfsdingen gedaan behalve deze maatwerkklus? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, nou ja, je zegt tuurlijk, maar ik, ja, in het begin moet je dat doen. Ik vind jou ook wel iemand om gewoon te zeggen, ja, fuck it, dat doe ik niet. Ik doe het ook niet meer, ja. al fucking 10 jaar niet meer. Gewoon, dat is not my thing, weet je. Het is gewoon, maar in het begin kan je niet nee zeggen, ook gewoon, want, you're struggling. Weet je, het is gewoon, als comedian, gewoon financieel ook.
Nee, het is €800, €1000, €1200 gewoon wat een neuk ouwe. That's the rent. And this is not money. Gaan we, joh. En dus ja, dan moet je ze doen. Lord almighty. Marco. Was jij erbij? Dus ja, dan, als ik denk welk verhaal je... Ja, dat was met Marco, Martijn en ik. Oké, want ik heb dit verhaal volgens mij nog nooit uit eerste hand gehoord. Of in ieder geval niet in de opname gehad. Ja, ik weet niet, maar het is gewoon, dat moet Marco je een keertje zelf vertellen. Je moet naar Marco toe gaan. Dude, dat wordt een fucking vette uitzending. De uitzending, hoor mij nou. Dat wordt een vette uitzending. Een vette podcast. Hij wordt nou toegestraald via satelliet. Wat een uitzending. Mens, mens, mens. Nou, we gaan weer op zwart. Tot morgen vroeg. 2 uur. In de middag. Tabi. Het gaat u goed. Kom niet om van de honger. Daar. Weet je dan nog shows die je zelf hebt gedaan, of al dan niet met Marco, maar waarvan je denkt, oh jezus, heel blij dat ik dat niet meer doe. Of die misschien zelf de reden waren dat je ze niet meer doet. Of van misschien... Ja, bedrijfsoptredens vind je... Dude, hoe heet die porno shows ook alweer? Fuck me, in Amsterdam. Dat was zo'n God damn, hoe heet dat ook alweer? Er waren van die shows, gewoon weer in de Paradiso en in de... Heet het andere ding ook alweer? Was ook de... Nopper? Nee, en die andere, die aan het spoor ligt daar meer die kant op. Echt? Naast dat SBS6 gebouw daar. Oh, Panama. Panama. En de Panama die had dan van... Ik kom er niet meer op de naam. Gewoon, maar heel gewoon, dan komen mensen allemaal in leren pakjes. En weet je wel, dat was echt altijd wel een hit gewoon, weet je. Een soort fetishfeest of zo? Ja, zoiets. Something like that. Gewoon de pornobroers. De pornobroers deden dat. Zo heette ze. De broertjes. De broertjes organiseerden dat. De broertjes, zo heette ze. Helemaal niet. De broertjes. En anyways. Ik zat er wel eens voorbij komen in Amsterdam, weet je ook. Gewoon die posters en af en toe zag je nog een reclame voorbij komen. Op AT5. En je denkt, damn, dat is al zijn eigen andere wereld, weet je wel. Je hebt niet zoiets gewoon van, ja. Ik denk, heb je daar een lidmaatschap voor nodig of zo, weet je wel. Gewoon, ik zou niet zelf, zeg maar, gewoon een kaartje kopen. En dan zoiets hebben, nou, kom wel binnen, hè. Dat is gewoon Dus nou, ik vond dat best wel altijd een beetje zo from afar. En ik denk, weird. Ex-pornstar. Ja. Ex-pornstar. Ja, van de daar kan ik me inderdaad herinneren dat ik wel posters van heb zien. Ja, ex-pornstar feest. En op een gegeven moment, ik was Rashid, Marco Penoza en ik. Die waren ingehuurd. Maar echt 2 dagen van tevoren. Hey Bram, ken jij dat? Ik zei, nou, ik heb eigenlijk een dingetje. En toen ging ik erover nadenken. Ah, familie, fuck dat. Oké, ja, ik kan. Het is echt 2 dagen van tevoren. Op oudejaarsavond. En ik sta daar met Rashid en Marco. En op een gegeven moment, Rashid was de MC. Ik was 1, Marco was 2. En we komen daar binnenlopen houden. Fucking echt. Zo. Ik heb wel zo'n klein beetje sperma geroken in mijn leven. Gewoon, weet je? Dat je als je het afveegt, dan krijg je zo'n whiff. En denk ik, nee. Ja, maar die lucht was zwanger daarvan. Gewoon, weet je? Je loopt binnen, het hits je like a fucking wall. Denk ik, oké. Weet je, en dan lopen daar allemaal mensen gewoon met champagne dingetjes rond. Iedereen mag het gewoon pakken. Zo'n kaartje was €300. Gewoon, en alles is fucking free to do. En iedereen het leren. En wij hebben gewoon schaars kleed en op het podium. Lord of mine. Serieus. Torn up, eat your heart out. Er zat gewoon een sfeertje. Toen we binnen waren, zat er een vrouw, die stond op een soort divan. En zo'n andere vrouw kwam daar vuist. Gewoon van de achterkant. Gewoon, en zij was doggystyle. En zij zei, wagga, wagga, wagga. Weet je wel, en ik was echt gewoon shell-shocked. Door de geur, door de hele ambiance. Gewoon, en dan, weet je wel, of mag het? Kom op, man. Is het legaal? Weet je wel. En die werd zo hard gevist, gewoon, weet je wel. Sommige mensen waren, kijk, sommige mensen niet, weet je wel. Gewoon, weet je wel, maar...
Het is echt een soort... Dat ook mensen al zo blasé zijn van dit soort feesten. Ja, ja. Ken hem al. Ja, precies. Ja, dat is een guy killing a guy. Oh. Zo 3 minuten geleden. Zo, maar... dus wij komen binnen en op een gegeven moment... een van die managers komt naar ons toe. Oh, jullie gaan vanavond spelen, gewoon dit en dat. Dus ik zei, my God, oh my God, we're gonna die. We're gonna die hier gewoon. Weet je, dit is gewoon fucking... Twee fotomodellen zijn elkaar aan visten en nu Bram van der Velde. Gewoon, dit gaat nergens over. Oh, en wist je ook al of de bedoeling was dat jullie op hetzelfde podium zouden spelen? Of? Ja, hetzelfde, dat was mijn podium. En dus... wij gaan zo backstage en op een gegeven moment, ik hoop dat jullie niet erg vinden dat jullie de klik aan moeten nemen met andere artiesten. Op een gegeven moment, je ziet echt 3 naakte vrouwen voorbij lopen zo achter. En dan nee, I'm good. Dit is, niet het vinkje wat je zet bij van, hier heb ik geen zin in, weet je wel. Dit is gewoon van, ik strijk wel even op mijn hart en shit. En echt super lekkere wijven en zo, weet je, gewoon echt alleen maar ronde mannen, gewoon fucking dude met zijn slong uit, die is voorbij. Dat is gewoon denken, nou ja, zeg, dat is echt, die zat echt zoiets van, this is fucking weird. En op een gegeven moment, 2 van die meisjes zitten zo, weet je, maar dat was best wel klein achterin, hè? Gewoon, dus het was niet zo dat je ergens kon verschuilen of zo, weet je, gewoon, het was echt, je stond daar gewoon. En 2 van die naakte meisjes zijn met elkaar lullen gewoon, hè? Gewoon. En Captain Picard, weet je, they were naked. I could see everything. En die waren gewoon met elkaar lullen. En weet je wel, of de winkel morgen over was, dat was op 1 januari. Die is daar gewoon hun werk te doen. Ja, maar dat meisje, die waren daarover aan het praten. Ja. Gewoon, weet je, of de winkel morgen open is? En dat meisje, nee, ik weet het. Ja, die kleine van mij, ik heb niet genoeg brood voor die kleine van mij. Dus ja, ik stond er echt letterlijk gewoon zo'n stukje vanaf gewoon met mijn gezicht. Weet jij eigenlijk of de winkel open is? Ik weet het niet. Ik ben niet zo vroeg wakker altijd. Gewoon. Op een gegeven moment werd super normaal binnen echt 10 minuten dat iedereen gewoon naakt was en weird. Dat was zo, je komt binnen, je ziet vesting, je ruikt sperma gewoon, en binnen 10 minuten gewoon, zit je met iemand te lullen, gewoon met 2 naakte chicks over brood op 1 januari. En toen je denkt, wauw, dit gaat snel, hoor. Ik snap die Duitsers wel een beetje, hoor. Hey, het gaat gewoon progressief gewoon, oké, fuck it, dan geen joden meer dan. Het begint met van, een lange neus, hè. Zo begint het en 10 minuten later zo, raals. Gewoon, ja, ik vond het wel raar hoe snel je acclimatiseert gewoon. Maar goed, dan moesten we die show nog doen. Even die broertjes duwt gewoon zo'n neukend paar van het podium af. Die waren echt nog een neuken mid-fuck. En hij zei, oké, tijd voor comedy. En hij zei, oh my God. Dus Rashi komt op het podium een beetje, rak, tak, pak je weer door. Iedereen zei, wat is dat neukend stel? Dude, I paid money for this shit. Gewoon, dit is een heel specifiek ding waar ik voor betaald heb. Dat is neuken. En ook veel betaald. Ja. Maar ik wil gewoon neukende mensen zien. Dan word ik heel horny, weet je wel. Ik heb geen zin in introspectieve gedachten. Dus gewoon op fucking 31 januari. Wow, serieus, dan was ik wel thuis gebleven, had ik Joep gekeken, weet je wel. Een beter iemand. Dus rak, tak, pak, deed je het niet. En na 2 minuten, weet je, gewoon mensen weer met drankjes te gooien en zo. En hors d'oeuvres. Dat is nog even die kleine dingetjes. Terwijl hors d'oeuvres. Ik zeg allemaal die kleine dingetjes. Op een gegeven moment, ik loop het podium op. Oké, hier is Bram. Ik heb na 2 minuten. Hier is Bram. Ja. En dan werd er zo naar toe. Dat is moeilijk, man. Jesus Christ. En echt, ik liep naar die mic en dan echt over salamodeurs en dingen. Je hoorde het, ik voelde het. En ik denk, what the fuck, ouwe, kaviaar onder mijn poot. En ik heb 1 minuut gedaan, denk ik. Dat was echt... Nog veel. 1 minuut, iedereen roepen zo, weg, oprotten, rot op, man. Wat doe je hier? Flikker op, man.
En dan gewoon toosjes gooien en shit. Die denken, oké. Okay. En dus ik was na een minuut was ik weg. En op een gegeven moment, Marco is headliner. Ja. Fucking Eindbaas United. Marco Penoze. Marco Penoze, Eindbaas United. Die kon gewoon het fucking podium oplopen. Toosjes, de hele shit, de horse bang. En hij zei, kom maar, geen kanker voor me. Hé, hey, ik heb deze paycheck nodig, man. Dus ik ga gewoon mijn tijd maken, want dan is, flikken ze me weer. Ik ga gewoon mijn tijd afmaken. Bikkelen voor 40 minuten. Houd je vast, hier gaan we. En op een gegeven moment, hij ging zitten op dat pornobed waar echt iedereen al klaar was gekomen. Hij ging gewoon zitten en achterover op dat bed, met die mic omhoog. En ik ging zijn set afdraaien, 40 minuten lang. Serieus? En ik zweer het je, honest to God, na 10 minuten begonnen met te lachen. En aan het einde was iedereen was een schaterlacher. Wauw. Ja, ik heb nog nooit zo'n fucking balls-out move in mijn leven gezien. Gewoon duidelijk, gewoon, dude, I'm here for the money. Go fuck yourself, I'm doing this. Gewoon, ja. En Rashid en ik hebben ook allebei betaald gekregen door Marco. Oh. Omdat hij die show nog zo gered had. Die fucking saved us. Als hij ook gewoon podium had, dan hadden we niks betaald gekregen. Ik kan niet betalen voor 6 minuten. Gedeeld door 3. Gewoon, dus, maar Marco, die had er nog echt show van gehad. Ongelooflijk. Ja. Maar is hij blijven liggen? Blijven liggen. Af en toe naar boven. Ze begonnen toen niet merken. Maar de eerste 10 minuten was gewoon liggen. En gewoon zijn shit vertellen. Maar wel gewoon timing en alles. Gewoon. En, ja, dat is echt grappig. 6, 7 minuten mensen beginnen te luisteren. 10 minuten hoor je mensen lachen. Oh, wow. 15 minuten hoor je mensen heel hard lachen. En na 20 minuten heeft hij ze. En dat is ook de reden waarom Rashid en ik ook betaald hebben. Want dat was echt een goed optreden toen, betalingsgewijs. Ja, ja, ja. Oh, wow. En mocht je dit luisteren en denken, ah, dat geloof ik niet. Als iemand genoeg scheid heeft om dit te doen, dan is het Marco van Oost. Inside and out. Oh, ik vind het ook altijd zo verbazingwekkend van zo'n organisator. Dan heb je al dit hele feest gepland en georganiseerd. En je hebt al mensen gebeld met, hey, kunnen jullie elkaar komen visten op oudjaarsavond? Ja, en dan zo, locked. We hebben nog iets nodig. We need a get. Iets speciaals, weet je. Iets wat andere feesten. Die arm helemaal door die longen heen en dan weer terug gewoon met vuur. Ik zou zien het. Ik wil iets speciaals. Comedy. Nee. Ja. Serieus. Echt. Iemand zat gewoon luchtbellen te blazen uit zijn kont. Maar ik heb iets nodig. Iets die shit is kwaad. Ik weet niet. Iets. Hey, yo. Just to bring it home, you know. Iemand pakt gewoon een dildo als een slang met een dislocated jaw. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Weet je wel, je bellen je morgen, maar hey, inzet. 10 met een griffel, houden. We bellen je morgen. Ik heb iets nodig. Ik weet het niet. Ik geloof dat ik alles wel gezien heb. Top. Ja. Dankjewel. Dat was hem, de Elektra Podcast met Bram van der Velden. Geef een duim omhoog als je hem leuk vond. Ga naar elektrapodcast.nl om te doneren en klik op abonneer om te abonneren. Linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van de video hieronder. En wil je meer weten over mij, Wouter Monde, en waar en wanneer je mij een keertje kan zien optreden? Ga dan naar woutermonde.nl. En of abonneer je op mijn nieuwsbrief. Ook die link vind je hieronder. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!